Ja, Martin Bosma, welkom. Minderheid in eigen land. Het boek Hoe progressieve strijd ontaart in genocide en ANC-apartheid. Het boek is vandaag vanmiddag gepresenteerd in de Tweede Kamer. Althans in Den Haag. Een zaaltje. In de oude, nou, niet zaaltje. In de oude zaal waar de Tweede Kamer twee eeuwen heeft vergaderd. Waar vroeger die groene bankjes stonden. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe lang bent u ermee bezig geweest? Wel een jaar of 4, 5, want behalve het schrijven van boeken ben ik ook volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de Kamer, et cetera. Dus dit moet gebeuren in gestolen uurtjes, zou ik maar zeggen. Wat was de drive om het te maken? Nou ja, ik ben woordvoerder ontwikkelingshulp en ik interesseer me voor al het geld dat we geven en hebben uitgegeven aan ontwikkelingshulp. En we hebben vanaf 1977 het ANC gesponsord, dat is meneer Pronk gaan doen. Ja. En vanuit het ontwikkelingshulpbudget zijn ook allerlei cheerleaderorganisaties van het ANC gefinancierd. Comité Zuidelijk Afrika van Sietse Bosgra en dat soort gebeurtenissen. En dat vond ik wel leuk om te zien. Ik ben ook nog mediawoordvoerder en het gaat ook over de media, Omroep voor Radio Freedom. Ja, daar laten we straks nog wel een stukje van zien, van de omroep met de oud-collega's. Maar het is een verhaal dat gaat over Afrika, Zuid-Afrika, over de strijd van ANC en de manier waarop er ook door Nederland, met name door Nederland, eigenlijk naar gekeken werd naar het ANC. Je zou kunnen zeggen vrij kritiekloos. Ja. En niet omdat men het niet wist, maar omdat men het niet wilde zien misschien. Ja, het past niet in een beeld. We wilden heel graag die organisatie bewierhoken. Kijk, als je kijkt naar 1984, was de grootste anti-apartheidsorganisatie van Zuid-Afrika, was Inkatha, had 1 miljoen leden. Ja. De kleinste was het ANC, was redelijk onbekend, hadden 2000 leden. En toch won het ANC het. Nou, de enige manier waarop het ANC het heeft kunnen winnen is met buitenlandse steun van de Sovjet-Unie, van de DDR, van Nederland, Jan Pronk en van Zweden. Ja. We hebben Jan Pronk gevraagd of hij het boek wilde lezen. Nou, dat wilde hij best. En hij zei ook, ja, ik kan er eigenlijk feitelijk niet zoveel tegen inbrengen. Ja, dan zijn we klaar, dan kan ik naar huis. Dat, moet u een commercial instarten? Ja. Hij zei ook wel, kijk, er zijn natuurlijk wel wat kleine dingetjes die anders kunnen. Dat heeft ermee te maken dat wat Bosma doet, maar daarvoor is hij, nu begin ik zelf te praten. Daarvoor is hij natuurlijk ook politicus. Hij rangschikt het zo dat het hem ook beter uitkomt. Want dat is wat politici dagelijks doen, hè. Die proberen de feiten zo te rangschikken dat hun verhaal daardoor het mooist verteld wordt. Dat herken ik niet, maar gaat u verder? Dat herkent u niet, nee. ik zag overigens ook nog, in dit boek rekent Bosma af met talrijke prominente Nederlanders, geschreven door Tom-Jan Meeuws, die helemaal niet welkom was vandaag bij de presentatie van het boek. Was hij niet welkom? Nee, hij werd zelfs de deur geweigerd. Dan stond hij waarschijnlijk niet op de lijst, want een PVV-bijeenkomst, dat betekent altijd een imitatie van Fort Knox. Dus mensen moesten vorige week al hun BSM-nummer, geboortedatum, geboorteplaats doorgeven. Dat gaat dan door de computers. Ja, ja, dus en als je het niet op die lijst stond, dan maak je een vrij kleine kans. Het is niet zo dat je op PVV-bijeenkomsten gezellig even kan komen aanwaaien, want mijn fractieleider was daar en dat maakt de drempel wat hoger. Ja, hij had uw boek namelijk al eerder gelezen, want dat boek is kennelijk al een keer ergens terechtgekomen in een PDF. Versie. En daarom heeft u deze aanbeveling op uw boek kunnen zetten. Ja, dat heet een blurb. En hij was er vriendelijk mee te werken om hem al te... Ja, het was een eerdere versie. Het is een versie van 2 jaar geleden. Een concept van een concept van een concept. Juist. Om dat te recenseren. Ja. En in dat stuk, wat hij toen schreef in de krant, zei hij ook van dat Geert Wilders helemaal niet blij was dat dit boek er zou komen. Geert is heel blij met het boek. En hij heeft vandaag hele warme... Was hij blij met dat dit boek er zou komen toen? Jazeker. En hij heeft het vandaag ook zeer warm besproken allemaal. Heeft hij nooit gezegd van ik wil helemaal niet dat dit boek naar buiten gaat? Nee, nee. Ook en al die stukken die er toen in dat stuk van Tom-Jan Meeuws stonden, die kloppen dus niet daarover? Geert heeft nooit tegen mij gezegd, je moet het niet schrijven of anders of korter. Of... En ook niet via e-mails? Nee. Nee. Nee, hij heeft me nooit één e-mailtje gestuurd. Heeft u nog nooit een e-mailtje gestuurd? Wat in de verste verte die inhoud heeft. Jij moet hem wel even laten uitpraten. Ja, okay. Hallo zeg. Ja, goed. Oké. Het boeit u omdat u ziet dat Nederland enigszins kritiekloos, u gebruikt overigens best wel wat scherpere woorden daarin, heeft gekeken naar hoe het ANC opereerde. Er komt ook een aantal hoofdstukken en een van die hoofdstukken gaat het ook over de VARA. De omroep overigens die dit programma ook uitzendt. Is dat zo? Welkom, welkom bij de VARA. Dank u. En de VARA heeft zich enigszins gelieerd, ook denk ik wel, aan het ANC en aan Radio Freedom. Hè? Dat is een understatement. Ja. Ja. Welke periode hebben we het dan over? Dan hebben we het over de jaren 80, hebben we het over Omroep voor Radio Freedom. En Radio Freedom dat werd ons gebracht als Radio Oranje. Maar als je kijkt, en ik ben behoorlijk diep de archieven ingegaan, wat Radio Freedom in werkelijkheid uitzond,
Ja, we hadden dat oproepen tot geweld tegen burgers. Landmijnen moesten geplaatst worden. Nou, de waarheidscommissie heeft daarvan gezegd dat is een schending van de mensenrechten. Oproepen om mensen vanwege hun huidskleur te vermoorden. Zulu's, hè, want Inkatha was vooral een Zulu-beweging. Mm-hmm. Gemeenteraadsleden moesten, die gewoon democratisch gekozen waren, moesten ook worden opgeblazen. En dat was allemaal niet zo best wat men deed. En ja, hier werd er dus door de VARA en andere omroepen geld voor opgehaald. Ja. Zullen we even een klein stukje kijken? Ja, graag. Ik ben benieuwd. Goedenavond en welkom bij het programma Geef Zuid-Afrika een eerlijke kans. 27 april aanstaande worden voor het eerst in Zuid-Afrika democratische verkiezingen gehouden. Maar hoe eerlijk is die kans voor Mandela en de zwarte bevolking? Zwarten die niet geregistreerd staan, mogen niet stemmen. En op dit moment zijn dat er meer dan 5 miljoen. Vele zwarten op het platteland weten niet eens dat er verkiezingen zijn. En om deze mensen een eerlijke kans te geven is veel geld nodig. Onder andere voor voorlichting en vooral voor een neutrale voorlichting voor alle kiezers. Ja, deze collega's van mij en ook de eerder genoemde Jan Pronk. We vroegen aan Pronk nog eventjes van kunt u het een beetje plaatsen hoe dat gevoel was. Hij zegt nou ik denk dat het heel erg te maken heeft met een gevoel van solidariteit wat je had. Misschien zelfs een verantwoordelijkheidsgevoel. Een strijd ook tegen een regime dat sowieso onmenselijk was. Het apartheidsregime. Begrijpt u dat gevoel een beetje? Ja dat begrijp ik. Maar het is wel het is ook blindheid vervolgens. Want het ANC vocht niet op de eerste plaats tegen het blanke regime. Het vocht op de eerste plaats een volksoorlog uit. Met 20.000 doden. Inkatha, de grootste anti-apartheidsbeweging van Zuid-Afrika, is volledig vernietigd door het ANC. Dus al dat geld dat wij aan het ANC gaven. En dan hadden wij het gevoel van, oh, dat is voor een betere wereld. En een non-raciale samenleving. Het is allemaal apenkool geweest. Het geld ging gewoon naar een club die bezig was een politieke tegenstander uit te schakelen. Dat was wat het ANC deed en dat ging op gruwelijke manieren. Het autobanden is uitgevonden door het ANC. Dat betekent dat er een autoband gevuld werd met diesel. Die ging om je heen. Prikkeldraad ging daaromheen. Ging je de fik in. Dat is wat het ANC deed. Ja, het is natuurlijk niet per se dat door ons gefinancierd werd. Alleen het geld wat wij dachten te geven aan allerlei andere goede doelen. Namelijk niet aan autobanden. Werden ook daarvoor gebruikt, zegt u. Ja, maar daarmee werd het dus wel gefinancierd door ons en door jullie. Ja. En er werd via Radio Freedom ook reclame gemaakt voor het autobanden van politieke tegenstanders. En de hele omroep was daarmee bezig om daar geld voor in te zamelen. Nou, geld inzamelen dus voor het doden van politieke tegenstanders. En voor wat in wezen genocide is, 20.000 doden. Ja. Hebben jullie daar eigenlijk ooit aan meegedaan, vroeg ik mij af. Jan Mulder, Frits Barend, aan dit soort Radio Freedom-achtige dingen of ANC? Nee, maar ik was in die tijd ook wel, Jan ook wel, denk ik, dat we wel Mandela iets hadden. Dat kwam ook met Gullit. En was 88 overigens pas. Dat Gullit, Free Mandela. En Mandela zat toen vast in die tijd. En wat was zijn rol dan op dat moment in die organisatie? Hij was gevangen. Hij zat gevangen. Daarmee zegt u het al. Hij zat gevangen. En zijn rol in het ANC was toen uiterst bescheiden. Want de communicatiemiddelen waren redelijk beperkt. Mandela was toen overigens al redelijk van de partijlijn af. Want hij was van huis uit communist. Hij was lid van de SACP. Maar hij heeft op Robbeneiland daar toch een beetje afstand van genomen. Net zoals hij bijvoorbeeld, dat is ook wel leuk. Het ANC was tegen het thuislandenbeleid. Dus voor die verschillende volkeren grotere zeggenschap. Maar Mandela was daar een voorstander van. Hmm. Jan, heb jij gemanifesteerd in die tijd over Zuid-Afrika? Met demonstraties of ANC-aanhanger? Niet dat ik me... Nee, eerlijk zeg hoor. Nou, we hebben er ook geen beelden van, dus je kunt in die zin... ik zou ze graag zien. Ja. Maar is Mandela een terrorist? Nee, ik heb Mandela deugde wel. Dat is het probleem niet, maar het ANC deugde niet. Maar Mandela werd toch later het symbool van het ANC? Ja, het symbool. Dat was al tijdens toen je op Robbeneiland gevangen zat. Ja, hij werd het symbool. Hij is ook altijd het symbool geweest. Maar bijvoorbeeld toen hij president was, van 94 tot 98, had hij echt helemaal niets in de melk te brokken. Dan is hij eigenlijk gruwelijk misbruikt door het ANC. Hij mocht bijvoorbeeld de kabinetszittingen niet voorzitten. Dat deed Umbeki. Dat is een redelijk harde Stalinist. Ja, de opvolger. Ja, later ook zijn opvolger geworden inderdaad. En die deelde gewoon de lakens uit. En Mandela die zat in een kantoortje en die mocht af en toe een plannetje schrijven. Nou, dat werd dankbaar in ontvangst genomen en dat ging de la in. En welke rol speelde zijn vrouw dan? Gedurende die tijd? Winnie, ja, daar wijd ik een heel hoofdstuk aan. Want mevrouw Mandela is ook nog dokter Winnie Mandela, dankzij de Universiteit van Utrecht geworden. Niet dat ze ook maar iets heeft geschreven. Dat gebeurt met meer mensen, ook in Nederland. Sommige mensen krijgen een buitengewoon hoogleraarschap. Dus dat gebeurt vaker. Ja, maar dit was wel erg dubieus, omdat mevrouw Mandela bijvoorbeeld had gezegd Zuid-Afrika zal bevrijd worden met onze lucifers en onze autobanden. Mag ik nog even terug naar het boek, als jullie het goed vinden. We hebben het even over die tijd. U was in die tijd zelf ook nog wel behoorlijk multicultureel, geloof ik.
valt reuze mee. Ik heb later voor, toen ik directeur was van een radiobedrijf, hebben we een R&B-zender gehad die we zo proberen te verkopen. Daar wilde natuurlijk een beetje colorful radio. Ja. Ik sprak Erik de Vlieger nog even. Die zei, die man die was heel erg multicultureel in die tijd, die Martin Bosma. Nou, dat is een trap na van Erik. Ik mag hem graag, maar je moet hem ook niet altijd te serieus nemen. U ontkent het? Nou, het was gewoon een R&B-zender waarbij iemand ooit had verzonnen bij een frequentieverdeling van, weet je wat een goede slogan is om het daar onder te scharen, om de kans op een frequentie wat groter te maken? Dat was die. Oké, vooruit dan. Nu moeten we terug naar Nederland. Want dat doet u in het boek, althans. U waarschuwt, dat is ook de titel, Minderheid in eigen land. U zegt van het is een mythe dat de zwarten van welke stam dan ook aanspraak aanvankelijk zouden kunnen maken op dat grondgebied in Zuid-Afrika. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, er zitten daar zwarten, er komen witte aan en op dat moment zijn de witte de veroveraars. Ja, het zijn twee migratiestromen, de blanken vanuit het zuiden en de zwarte vanuit het noorden. Omdat je kunt zeggen, het was een soort leeg land. Ja, het hoge veld in het noorden van Zuid-Afrika, waar nu Johannesburg ligt en Pretoria, dat stond leeg behoudens wat nomadische stammen die er af en toe rond banjerden. Ja. Ik wil een klein stukje voorlezen, want het gaat er dan om dat er dan dus andere mensen komen en dat dan de kleine groep die er aanvankelijk zit of die een economisch groot belang kan hebben. Er is een ontzettende brain drain geweest bijvoorbeeld toen de witte uiteindelijk zijn weggegaan nadat het ANC aan de macht kwam. Hè? En die is nog steeds aan de gang. Die wordt de komende weken en maanden alleen nog maar sterker. Ja. Vanwege het racistische beleid van het ANC. Juist. Er zijn hoeveel wetten? Er zijn nu 114 rassenwetten onder de ANC-apartheid. Onder de oude apartheid waren dat er 17. Ja, alleen het verschil was toen wel dat het toen een soort institutioneel racisme was. En dat ook vast lag in de grondwet. Ja, maar een jurist die van mij dat heeft uitgezocht zegt dat ook in de huidige grondwet een racistisch component zit. Ja. Dat voert wat. Nou, ongelijkheden moeten kunnen worden rechtgetrokken op raciaal gebied. En die juristen. Heet dat niet positieve discriminatie? Ja, dat is zoals je het noemt. Maar het is discriminatie. Kijk wat nu gebeurt met Eskom. Dat is het grootste elektriciteitsbedrijf in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Zitten mensen regelmatig in het donker. Sommige mensen zelfs elke dag 2 uur. Dat komt omdat ze goed gekwalificeerde blanken vanwege hun huidskleur eruit hebben gegooid. Dat gebeurt nu ook weer. Ze gaan deze week 1500 blanken eruit gooien. Dat kun je zeggen, dat is positief. Maar volgens mij is het gewoon discriminatie. Duidelijk. Ik wil toch even naar Nederland. Want u zegt van wat daar in Zuid-Afrika gebeurt, dat kan in Nederland ook maar zo gebeuren. Sterker nog, ik denk dat u ervan uitgaat dat het gaat gebeuren. U zegt, het ziet er niet naar uit dat het Afrikaanse volk het multiculturalisme kan overleven. En het ziet er ook niet naar uit dat hier gaat gebeuren. Waar waarschuwt u dan eigenlijk voor? Nou ja, kijk, die Afrikaners, dat waren dus de eerste bewoners van het Hoge Veld. Een enorm gebied in Noordelijk Afrika. Dat waren daar ook de eerste permanente bewoners. En die waren daar op een eentje en die hadden arbeid nodig. Er kwamen heel veel andere mensen, bijvoorbeeld later ook om in die mijnen te werken, et cetera. Mm-hmm. En die Afrikaners die daar eerst de meerderheid vormden, werden een minderheid. En die zijn een dermate kleine minderheid geworden. Duidelijk, het Afrikaner waren de blanken. Nee, een gedeelte van de blanken. Dat zijn de mensen die Afrikaans spreken, dus dat is die taal die heel veel op het Nederlands lijkt. Et cetera. Het is ongeveer 55-60% van de blanken. Dus het is niet hetzelfde als de blanken. En die zijn dus een minderheid geworden. En ja, die zien dus nu dat hun Afrikaanstalige scholen gesloten worden. Ja, dat hele land in elkaar dondert. Geen enkele belangstelling heeft voor hun. Ik gebruik het woord etnocide eigenlijk wat er aan de hand is. Hun cultuur wordt vernietigd. En het is dus niet handig om een minderheid te worden in je eigen land. Ja, maar het klinkt als een waarschuwing voor Nederland. En dat is het ook. Ja, dat ziet u het in het boek. 100%, ja. En hoe moeten we dit dan vertalen naar Nederland? Nou ja, dat vorige week heeft burgemeester Van Aartsen nog gezegd in Den Haag dat hij heel blij is dat er een niet-westerse meerderheid in Den Haag komt. En dat hij het geweldig vindt dat de Schilderswijk op Istanbul lijkt. De grote steden worden in belangrijke mate, daar heb je een meerderheid van niet-westerse allochtonen. Dat gaat heel snel en die groei zal zo doorgaan. Nu hebben we in Oldenzaal ook. Wij de multiculturele samenleving. Nou ja, dat is dus geen multiculturele samenleving meer. Dat wordt een monoculturele samenleving waarbij dus de oorspronkelijke bewoners weinig in de markt hebben te brokkelen. Maar wat bedoelt u? Begrijp ik het goed dat racisme in Zuid-Afrika nu u dat gelijkstelt aan toen, die apartheid? Die rijken die uit die goede buurten gaan en zo. Dat nu net zo erg is als toen?
die apartheidspolitiek. Mm. En dat dat hier ook komt omdat er... Ik voel me toch niet gediscrimineerd omdat er mensen in de Schilderswijk wonen die anders denken dan ik. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg dat de helemaal niet. Ik zeg dat de demografie zich zo ontwikkelt dat de mensen die hier vroeger woonden, ja, hoe moet je die noemen, daar hebben we geen woord voor, de autochtonen of de oorspronkelijke bewoners, dat de demografische positie daarvan achteruit gaat. En bij ongewijzigd beleid betekent dat dat die mensen, autochtonen, whatever, dat die een maar minderheid hoeveel, zullen worden. In hoeveel generaties blijf je autochton of allochton? Want in zijn algemeenheid kun je toch zeggen dat de mensen die, laten we zeggen, in Nederland geboren zijn, zich in zijn algemeenheid Nederlander voelen. En helemaal niet bezig zijn met misschien waar hun ouders of grootouders of nog verder terug ooit geboren zijn. Ja, sterker nog, het woord autochton en allochton, die beide woorden zijn die worden natuurlijk in belangrijke mate, daar hebben we niet zoveel meer aan. Ja. Omdat ze alleen maar aanduiden of mensen eerste of tweede generatie zijn. Maar als je bijvoorbeeld naar Marokkanen kijkt in Nederland, zie je dat de derde generatie heel veel overeenkomsten heeft met de eerste generatie. Voor wat betreft onderwijs, et cetera. Ja, dus, maar je ziet ook dat wat heel bedoelt u daarmee, wat dan? Ja. Nou, dat is de term autochton, allochton, dat we daar niks meer aan hebben. Nee, wat bedoel je met de derde generatie op de eerste generatie lijkt met onderwijs? Ze krijgen toch gewoon Nederlands onderwijs in de eerste generatie? Heeft geen wel, maar de onderwijsproblemen, et cetera, die er zijn bij de derde generatie Marokkanen lijken heel veel op eerste problemengeneratie. Maar goed, dat er op allerlei niveaus problemen zijn, dat is wel duidelijk. Maar ik begrijp toch niet helemaal de waarschuwing die er in dit boek ligt, alsof... omdat er nu ook heel veel mensen zijn die van oorsprong, misschien van 3, 4, 2 generaties terug uit Turkije of uit Marokko komen, dat die dan als het ware ons land zo overspoelen dat het ons land is en niet meer ook hun land. En dat wij dan als witte Nederlanders weggaan uit angst dat het een groot drama wordt hier? Nou ja, wat je natuurlijk. Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Afrika. Ja, maar ik zou het zo graag even bij Nederland houden. Ja, nee, ik probeer een klein uitstapje. We zijn zo terug. Noord-Afrika was ooit christelijk. Wat nu Israël is tot Tunesië, Marokko, et cetera. Daar heeft een grote islamitische toestroom plaatsgevonden. En al die niet-islamitische minderheden, christelijke minderheden, zijn in de loop der eeuwen verdwenen. En daar zien we dus nu de laatste stuiptrekkingen van. En daar is niets van over. Ja. En dat is niet een vooruitzicht dat ik graag in Nederland zie gebeuren. En daar bent u kennelijk wel bang voor. Ja, het is een realiteit. En je ziet het dus nu al in de grote steden gebeuren. En dat zal in veel andere plaatsen gebeuren. En als dat nog even zo doorgaat, hebben we in Nederland een islamitische meerderheid. We moeten het erbij laten, gezien de tijd. Minderheid in eigen land, progressieve strijd, ontaard in genocide en ANC-apartheid. 4,5 jaar aangewerkt. Ongeveer. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.